Goedendag, mijn naam is Michael Rummerman. Ik ben een van de docenten van de sectie farmacotherapie en ik ben arts klinisch farmacoloog. Dat betekent dat ik geneeskunde heb gestudeerd en daarnaast een verdere opleiding heb gevolgd wat gaat over geneesmiddelen. Vandaag staat op het programma de algemene farmacologie. En wat gaan we daarin bespreken? We gaan in eerste instantie het hebben over algemene principes in de farmacologie. Daarna gaan we het onderscheid tussen de farmacokinetiek aan de ene kant en de farmacodynamiek aan de andere kant bespreken. En verder gaan we dan in op deze verschillende onderdelen. De farmacokinetiek, waarbij het ADME-principe heel belangrijk gaat zijn. En vervolgens gaan we in op de farmacodynamiek. Tussendoor zullen we wat oefenvragen stellen. Normaal gesproken zouden we dit doen in de collegezalen met een zekere app. Op dit moment gaat dat natuurlijk niet. Dus ik zal even tijd nemen voordat ik het antwoord laat zien. Eventueel kan je ook de video even op pauze drukken, zodat je het antwoord nog niet meteen ziet. En echt even kan nadenken over wat nou het goede antwoord kan zijn. Dus houd daar rekening mee. Oké, als we dan beginnen over wat is farmacologie nou? Nou, farmacologie, de definitie daarvan, betekent eigenlijk niets meer dan de verklaring van de werking van een farmaco. En dat is eigenlijk een farmaca is de biologische actieve verbinding en die in het lichaam, en meestal gaat het dan over het menselijk lichaam, gaat werken. En dat farmaca, of dat farmacon, gaat dan een aantal processen in het lichaam doen. Ten eerste hebben we het namelijk over de farmacokinetiek. Dat is namelijk hoe dat farmaca, of farmacon, door het lichaam heen gaat. Dus vanaf de absorptie, of eigenlijk zelfs nog vanaf het moment dat je dat inslikt of inspuit, totdat het lichaam uitkomt. Of via de feces, de ontlasting, of via de urine. En aan de andere kant hebben we het vaak over de farmacodynamiek. Dat staat eigenlijk veel meer, dat wordt vaker besproken. Want dat heeft namelijk te maken met wat dat farmacon daadwerkelijk doet in het lichaam. Dus je kunt bedenken dat bijvoorbeeld een antihypertensivum, een middel voor de hoge bloeddruk, dat zal ervoor zorgen dat de bloeddruk omlaag gaat. Dan hebben we het over de farmacodynamiek. Hoe dat middel dan door het lichaam heen gaat, dat het in eerste instantie wordt opgenomen in de darmen, dat het dan zich verspreidt over het hele lichaam, wordt omgezet en uitgeplast, dat is de farmacokinetiek. En zo ziet u al de verschillen tussen deze twee belangrijke onderdelen binnen de farmacologie. Aan de andere kant hebben we farmacotherapie. En farmacotherapie gaat meer over de behandeling aan zich. De behandeling van ziekte met bepaalde farmaca. En dat gaat meer over welke farmaca moet ik dan precies gaan voorschrijven om een zo goed mogelijke behandeling te krijgen voor mijn patiënt. En daar staan andere principes op de voorgrond. Bijvoorbeeld de hoofdwerking. Nou, de hoofdwerking lijkt in die zin ook heel erg op de farmacodynamiek, want dat zijn namelijk de effecten waarvoor het geneesmiddel wordt toegediend. Nou, hier gaan we het uitgebreid over hebben in deze cursus. Er worden verschillende hoofdwerkingen besproken, onder andere antihypertensiva, maar ook pijnstilling. Maar denkt u ook aan antidepressiva of antipsychotica. Verschillende dingen komen aan bod. Maar naast die hoofdwerking heeft elk geneesmiddel ook bijwerkingen. Het zijn dus de ongewenste effecten. En vaak in de Engelse literatuur wordt dit de adverse drug reaction genoemd. Ook hier gaan we een onderdeel aan besteden en ook een praktijkopdracht zal gaan over dit onderdeel. Nou, de intoxicatie kan u eigenlijk ook scharen onder een soort bijwerking. Maar echter, dit gaat over een opzettelijke, dan wel niet opzettelijke overdosering van een bepaald geneesmiddel, waardoor er vaak bijwerkingen of symptomen bij optreden. Ook hier gaan we het over hebben.
Dit is bijvoorbeeld al praktijkopdracht 2, die binnenkort gaat komen. En ook een apart college zal hierover gaan. Dan, als we nog specifieker gaan kijken naar farmaca, dan kunnen ze ook andere effecten hebben. Naast die hoofdeffecten, die bijwerkingen of die intoxicaties. Er bestaat namelijk ook zoiets als een placebo-effect. Een placebo-effect betekent eigenlijk dat een preparaat, dus een farmacon, geen actief farmacologische substantie bevat. Dus u kunt het zich voorstellen als een tic-tac. Een tic-tac zit veel suiker in, maar daar zit afgezien van dat niet veel farmacologisch actieve substantie in. Maar u kunt zich voorstellen als u zegt tegen een patiënt die er heel erg in gelooft, dat die tic-tac bijvoorbeeld een bepaalde werking heeft, dan zou dat psychologisch die patiënt zo kunnen beïnvloeden dat de symptomen verminderen of juist helemaal verdwijnen. Dat wordt het placebo-effect genoemd. Daartegenover staat het nocebo-effect. Het is namelijk ook zo dat de nadelige effecten van een preparaat kunnen voorkomen zonder dat preparaat te geven. Dit wordt door heel veel, bij heel veel verschillende geneesmiddelen, is dat dan moeilijk te onderscheiden of het nou echt een bijwerking is, of dat het nou, ja, het klinkt heel ruw, maar een beetje tussen de oren zit. Dus dat het niet daadwerkelijk komt door het actieve substantie. Dan gaan we het later deze cursus onder andere ook hebben bij een bepaalde groep cholesterolverlagers, namelijk statines. Bij statines is een veel voorkomende bijwerking, namelijk spierpijnen. En heel veel patiënten ervaren bij het gebruik van deze statines spierpijnen. De vraag is dan alleen, wordt deze spierpijn echt veroorzaakt door het geneesmiddel? Of koppelt men bijvoorbeeld een forse hondje hardloper, wat ook spierpijn geeft, aan het geneesmiddel? En dat is vaak moeilijk om daar onderscheid tussen te maken. Komt het nou door het geneesmiddel? Of komt het nou doordat iemand heel erg hard is gaan hardlopen en daar sowieso al spierpijn van gaat krijgen? En dat wordt het nocebo-effect genoemd. Eigenlijk de negatieve effecten van een geneesmiddel of een niet bestaand geneesmiddel. Dan even naar de eerste oefenvraag. En dat gaat over dit eerste onderdeel. En de vraag luidt, wat is het kenmerkende verschil tussen een placebo-tablet en een geneesmiddeltablet? En dan is de vraag, een placebo-tablet heeft A, geen therapeutisch effect, B, heeft geen bijwerkingen, heeft geen farmacologisch actieve verbinding, of D, heeft een andere farmaceutische vormgeving. Ik laat u nu even een aantal seconden denken. Mogelijk kunt u de video even op pauze zetten en dan zal ik zo meteen het juiste antwoord verstrekken. Nou, het juiste antwoord op deze eerste vraag is: een placebo-tablet heeft geen farmacologische actieve verbinding. Het heeft wel degelijk een therapeutisch effect, want ook een placebo kan een effect veroorzaken, maar dat heeft dan niks te maken met de actieve substantie. Ook een placebo kan bijwerkingen hebben. Zouden dan misschien meer nocebo-effecten kunnen zijn van een placebo. En heeft niet per se een andere farmaceutische vormgeving, want vaak worden deze placebo-tabletten precies hetzelfde gemaakt als een daadwerkelijk geneesmiddeltablet. Om het onderscheid zo klein mogelijk te maken. Dus het enige goede antwoord zou zijn C. Het bevat geen farmacologisch actieve verbinding. Oké, laten we eens doorgaan naar het volgende onderdeel. Het verschil tussen farmacokinetiek en farmacodynamiek. We hadden het net al heel kort gezegd. Farmacokinetiek betekent hoe het geneesmiddel door het lichaam heen gaat. En de farmacodynamiek aan de andere kant, hoe het geneesmiddel het lichaam beïnvloedt. Kortweg, binnen de farmacokinetiek spelen 4 belangrijke processen een belangrijke rol. Dat gaat namelijk om de ADME. En de ADME is een acroniem wat staat voor absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie. En deze 4 onderdelen
Die gaan we straks langslopen en dan kunnen we kijken hoe dus farmacokinetiek, wat het nou precies inhoudt. Nou, aan de andere kant, farmacodynamiek ging dus over hoe werken geneesmiddelen, wat doen ze nou precies. En de komende presentaties in de komende 2 maanden gaan daar eigenlijk over. Dus daar zullen we nu minder aandacht aan besteden, omdat dat per geneesmiddel weer enorm verschillend is. Dus de farmacodynamiek zal minder aan bod komen in dit college. Wat wel heel erg belangrijk gaat zijn, is het onderscheid proberen te maken. Wat is nou farmacokinetiek en wat is nou farmacodynamiek? En hier heb ik een aantal krantenkoppen of 1 krantenkop meegenomen. Dat zegt dat een kankermedicijn beter werkt met cola dan met water. En in deze cursus hopen we dan ook dat jullie het onderscheid gaan kunnen proberen te maken. Heeft dit te maken met farmacokinetiek of heeft dit te maken met farmacodynamiek? Nou, in dit geval gaat het over farmacokinetiek. Het heeft namelijk te maken dat een bepaald geneesmiddel dus beter wordt opgenomen in een zuurder milieu. En een zuurder milieu kan gecreëerd worden door cola te gaan drinken. En door dat zuurder milieu wordt het geneesmiddel beter opgenomen. En dit geneesmiddel is een middel bij longkanker, namelijk specifiek erlotinib. En dat geneesmiddel wordt dus beter opgenomen, waardoor je een betere concentratie hebt in je bloed, waardoor het ook beter zou gaan werken. Om in de coronatijden te blijven hangen, zou je ook bij dit krantenkopje een onderscheid moeten kunnen maken tussen aan de ene kant farmacokinetiek of aan de andere kant farmacodynamiek. En deze krantenkop luidt dan ook: ibuprofen maakt besmetting met coronavirus alleen maar erger. Nou, ibuprofen, dat is een middel dat uit de groep NSAID's zit. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben in deze cursus. En er was een krantenkop die dit inderdaad aangaf dat dat misschien wel eens het geval zou kunnen zijn. Tot op heden weten we dat dit, hebben we nog geen vermoeden dat dit echt het geval is, maar het is maar een krantenkop. Maar in dit geval zou die ibuprofen een invloed hebben op de farmacodynamiek. Dus dit is meer een farmacodynamische krantenkop. Als we het dan nu gaan hebben, vanaf nu gaan hebben over die farmacokinetiek, zei ik al dat het op 4 belangrijke pijlers berust, de ADME-principe. En u kunt het op verschillende manieren tot u nemen. Dit is bijvoorbeeld een plaatje waarin u dat tot u zou kunnen nemen. Maar we weten ook uit ervaring dat echt meer overzichtsplaatjes zoals deze daarbij zouden kunnen helpen. Dit plaatje ziet er misschien heel ingewikkeld uit met verschillende pijlen die alle kanten opwijzen. Maar aan het einde van deze presentatie hoop ik u er doorheen geleid te hebben. Dus als u aan het einde van deze presentatie dit plaatje nog niet helemaal begrijpt, dan kunt u mij uiteraard altijd mailen of vragen in de wekelijkse Zoom-meetings. Maar ik ga u verzekeren dat wij ons uiterste best gaan doen om dit plaatje volledig uit te gaan leggen. Als we gaan beginnen met de absorptie, dat is dus de eerste pijler van het ADME-principe, dan gaat het erover eigenlijk het geneesmiddel opnemen in onze systemische circulatie. Daar gaat het eigenlijk allemaal over. Want bij de meeste systemische middelen, dus middelen die in ons gehele lichaam werken, moet het geneesmiddel vrijwel altijd eerst naar de systemische circulatie. En de systemische circulatie is eigenlijk gewoon de bloedsomloop. Bij intraveneuze, de IV, intramusculaire in de spier of subcutaan onder de huid toegediende medicatie, die gaat vrijwel direct of direct bij intraveneus in die systemische circulatie komt die terecht. Dat is een hele goede manier om te zorgen dat veel van je geneesmiddel direct daar aankomt. Dus de absorptie van die middelen die op die manier worden toegediend is heel erg hoog. Bij orale geneesmiddelen, wat toch heel veel geneesmiddelen zijn, is dat net even iets anders. Want orale geneesmiddelen slikt u in, gaan via de maag, via de darmen, via de lever naar de systemische circulatie terecht. Dus er zijn heel veel stappen onderweg waar een gedeelte
van die orale medicatie verloren kan gaan. Er kan bijvoorbeeld een gedeelte niet worden opgenomen in de darmen. Dan kan een gedeelte meteen worden geklaard door de lever. En zo ziet u dat misschien van de 100 milligram medicatie die u zou toedienen, er misschien maar 50 milligram uiteindelijk in de systemische circulatie terechtkomt. Nou, waardoor komt dat nou? En als we eerst even kijken naar die absorptie, dan betekent dat niets meer dan het transport van het geneesmiddel van de plaats van toediening naar de algemene circulatie. En die snelheid van die absorptie, de Tmax, dat is een parameter die u vaker zult zien tijdens deze cursus, die geeft eigenlijk aan hoe snel of hoe lang het duurt voordat de maximale spiegel van het geneesmiddel in ons bloed is bereikt. En die kan door heel veel verschillende factoren worden beïnvloed. Door het geneesmiddel zelf. Het ene geneesmiddel is gemaakt om veel sneller opgenomen te worden dan een ander. U kunt bijvoorbeeld denken aan geneesmiddelen die in een acute situatie nodig zijn. Maar sommige geneesmiddelen, die wil je juist niet acuut laten werken. Die moeten misschien wel de hele dag werkzaam zijn. Dus daar ziet u al dat de geneesmiddelen kunnen verschillen daarin. Nou, ook afhankelijk van de toedieningsweg verschilt die Tmax. Je kunt bijvoorbeeld nagaan dat als je iets intraveneus toedient, dat die Tmax veel sneller of veel kleiner zal zijn dan als iemand bijvoorbeeld een oraal tablet inneemt. Of een dermaal, een pleister zou opplakken. En daarna zijn ook bijvoorbeeld de toedieningsvormen, dus of het nou een drankje is, of een depot, dat is een een toediening waarbij iets langzaam wordt afgegeven, vaak onder de huid. Of een retard-tablet. En retard betekent eigenlijk niets meer dan dat het langzaam wordt afgegeven. Dat kan de snelheid van die Tmax enorm beïnvloeden. Nou, hier ziet u dat bijvoorbeeld. Aan de x-as ziet u de tijd. En op de y-as ziet u de concentratie in het bloed bijvoorbeeld. En dan ziet u bijvoorbeeld dat veel drankjes een hoge Tmax hebben en dat ze ook een korte Tmax hebben. Of een hoge Cmax hebben en een korte Tmax. Maar tabletten met gereguleerde afgifte hebben inderdaad ook een veel vlakkere afgifte in de tijd. Als u bijvoorbeeld zou kijken naar een intraveneuze toediening, dan zal die meteen op tijdstip 0 heel hoog beginnen en dan langzaam afvlakken. Nou, om de mate van absorptie te kunnen uitdrukken, hebben we een term. En die term is de biologische beschikbaarheid. En die wordt in veel bronnen ook wel aangeduid als de letter F. En die F is bij intraveneuze toediening altijd 100%. Uiteraard als je niet misspuit. Want op het moment dat je niet in het vat zit, dan zal het minder zijn dan 100%. Maar u kan ervan uitgaan dat intraveneuze toediening eigenlijk 100% is. Maar orale toedieningen zullen vaak wel lager zijn dan 100%. En dat wordt dan ook uitgedrukt ten opzichte van IV-toediening. Dus u kunt zich voorstellen dat als u 100 milligram van iets IV toedient, dan komt er ook 100 milligram in de algemene circulatie terecht. Maar dient u 100 milligram van een tablet toe en er komt misschien maar 20 milligram in de algemene circulatie terecht, dan is de biologische beschikbaarheid 20%. Nou, en waardoor kan het nou verminderd worden? Nou, dat kan door de stofeigenschappen, kan het daaraan liggen, maar het kan bijvoorbeeld ook door de pH worden beïnvloed. We zagen net bijvoorbeeld al het voorbeeld van de erlotinib, dat kankermedicijn, wat beter opgenomen zou worden onder invloed van een zuur milieu. Maar als u bijvoorbeeld PPI's, en dat komen ook later in deze cursus meer aan bod, maar dat zijn maagbeschermers, die onder andere de zuurgraad van de maag verlagen. Waardoor dus ook de opname van bepaalde geneesmiddelen vertraagd of versneld kan worden. Nou, daarnaast zijn er ook nog andere zaken als afbraak in de lever of in het darmlumen, waardoor dus de orale toediening niet altijd 100% is. En daarnaast zijn er ook nog heel veel grote verschillen tussen mensen en tussen verschillende preparaten.
Dus als u bijvoorbeeld de ene maand een ander doosje krijgt dan de andere maand, dan zou daar een verschil in kunnen zitten. En ook als u of uw broer of vader of moeder het geneesmiddel inneemt, dan kunnen daar ook enorme verschillen in zitten. Dus als we dat dan even schematisch zouden weergeven, stel u zou een tablet krijgen, 100% van een bepaald stofje, dan kan er bijvoorbeeld al 20% verloren gaan in de darmen. Dat poept u dan meteen uit, waardoor er maar 80% doorgaat naar de lever. En vrijwel alle stoffen die in de darmen worden opgenomen, die gaan via de lever naar de algemene circulatie terecht. En die lever, die doet een first pass effect. Die zuivert namelijk al het bloed wat vanuit die darmen terechtkomt, met dus onder andere ook dat farmacon. En daar doet hij al meteen een zuiveringsstap aan. En dat heet het first pass effect. En bijvoorbeeld bij dit groene geneesmiddel zouden bijvoorbeeld al 30% daarvan verloren kunnen gaan. En dat is per geneesmiddel weer anders. En uiteindelijk ziet u dus dat u van die 100% maar 50% daadwerkelijk in de algemene circulatie terechtkomt. Had u dit middel nou intraveneus toegediend, dan had alles meteen in de algemene circulatie terechtgekomen. Nou, en als we zo meteen verder gaan kijken naar deze algemene circulatie en de verdelingen van bloed, water en vet, dan kunnen we verder gaan rekenen met deze rekenvorm. Dus, even concluderend, de biologische beschikbaarheid kan per toedieningsvorm en per leverancier verschillen, kan per patiënt verschillen en kan binnen patiënten verschillen. Dus ook als u bijvoorbeeld als bepaalde geneesmiddelen die in een generieke vorm of een specialitévorm aanwezig zijn, dat zijn geneesmiddelen die echt van de oorspronkelijke fabrikant komen of van fabrikanten die een namaakproduct maken, die van goede kwaliteit zijn, kunnen die van elkaar verschillen. En daarom is er vaak in de media ook wel wat ophef over switchen tussen bepaalde geneesmiddelen of mensen die goedkopere geneesmiddelen krijgen, die daar misschien anders op reageren. Ik wil niet zeggen dat al deze claims waar zijn, maar het kan wel zo zijn dat de absorptie van specialité, dus fabrikantsgeneesmiddelen, en andere generieke vormen kunnen afwijken van elkaar. En dat daar mensen symptomen bij kunnen krijgen. Nou, daarnaast is het belangrijk, als we het hebben over al deze factoren, onder andere met absorptie, om te kijken naar het therapeutische raam. Wat is dat therapeutische raam nou precies? Nou, hier wordt dat uitgelegd in dit plaatje. Het heeft namelijk te maken dat elk geneesmiddel heeft een bepaald therapeutisch gebied. Dat is een gebied tussen twee concentraties, de C1 en de C2, waarin het geneesmiddel optimaal werkzaam is. Onder die C1-lijn is dat subtherapeutische gebied. Dan werkt het geneesmiddel suboptimaal. Boven die C2-lijn zit het toxische gebied. En in het toxische gebied zullen heel veel bijwerkingen optreden en zal de meerwaarde op de therapie niet aanwezig zijn. Dus wat we willen proberen is iedereen in het therapeutische gebied proberen te krijgen. Daar werkt het immers het beste met de minste bijwerkingen. Dit therapeutische raam zullen we veel meer gaan laten terugkomen. Waarbij we zien dat al deze factoren, al deze ADME-factoren, dat therapeutische raam, in ieder geval de concentratie, kunnen beïnvloeden. Als we dan gaan kijken naar een tweede oefenvraag. We hebben namelijk dit gedeelte over absorptie afgesloten. Dan is het de vraag, welke toedieningsweg heeft geen first pass effect? Is dat A, de drank? B, de tablet met gereguleerde afgifte? C, is dat een zetpil? Of is dat D, een maagsap-resistente tablet? Ik laat u nu weer even 5 seconden nadenken. Wederom kunt u de video op pauze zetten als u meer tijd nodig hebt. En dan geef ik u zo het juiste antwoord. Oké, nou, het juiste antwoord op deze vraag is de zetpil. En waarom is dit nou het geval? Nou, eigenlijk A, B en D zijn eigenlijk allemaal antwoorden die oraal worden ingenomen. Dus via de mond. De zetpil niet.
En dan bedenkt u zich misschien, ja, zowel A, B, C als D worden allemaal in de darmen opgenomen. En dat is helemaal waar. Echter, de Z-pil wordt helemaal in het rectum opgenomen. En het rectum is eigenlijk de enigste plek in het darmkanaal waar de bloedvaten niet eerst naar de lever toe gaan om de algemene circulatie te komen. Alle andere plekken van de darm, de dunne en de dikke darm, die zullen eerst via de lever verlopen voordat ze in de algemene circulatie terechtkomen. Dus in dit geval is C het enige goede antwoord, omdat het rectum dus een andere doorbloeding heeft dan het overige gedeelte van de darm. En daar zit het hem in. Uiteraard, een intraveneuze toediening of een intramusculaire toediening heeft ook geen first pass effect. Oké, dat was het voor de absorptie. Nu zullen we doorgaan naar de tweede letter van de ADME, namelijk de distributie. En bij distributie gaat het erom dat, of bij de absorptie hebben we het geneesmiddel in de systemische circulatie gebracht. Maar bij distributie gaat het erom de distributie van het geneesmiddel in het hele lichaam. Het geneesmiddel kan in de circulatie blijven, omdat het misschien een effect heeft op de stolling. Maar het kan zich ook gaan verspreiden naar bijvoorbeeld spieren of vetweefsel, of naar het brein of naar een specifiek ander orgaan. Maar elk geneesmiddel zal een zekere mate van distributie hebben. Dus het is niets meer dan de verdeling van het geneesmiddel over het gehele lichaam. En dit is afhankelijk van een aantal fysische en chemische eigenschappen van het geneesmiddel. U kunt zich wel nagaan dat als het een heel groot geneesmiddel is, dat het zich moeilijker uit die bloedbaan gaat komen. Maar daarnaast kunt u zich ook voorstellen dat als het een heel lipofiel middel is dat houdt van vet middel is, dan zal het zich ook meer naar vetweefsel gaan verspreiden. Als het een meer hydrofiel, als het meer van water houdt, dan zal het zich misschien eerder in het bloed of andere vochtcompartimenten gaan ophouden. Dus afhankelijk van het geneesmiddel zal het naar een bepaalde plek toe gaan. En daarnaast moet u zich ook realiseren dat er een aantal processen zijn die ervoor zorgen dat die distributie beter of slechter gaat verlopen. Het gaat zich namelijk verdelen in dat bloed, maar in dat bloed zitten ook een aantal eiwitten. En de belangrijkste eiwitten daarin is onder andere albumine. En heel veel geneesmiddelen gaan binden aan albumine. En wanneer het gebonden is aan albumine, dan zal het niet actief zijn. En wat betekent dit dan? Nou, het zal geen farmacodynamische actie gaan uitvoeren, maar het zal bijvoorbeeld ook niet kunnen gaan, ook niet worden geklaard door de nieren, dus ook niet worden gereinigd, kan ook niet worden gemetaboliseerd en het kan zich ook niet verspreiden over het verdere lichaam. Dus het houdt eigenlijk het geneesmiddel in de systemische circulatie. Daarnaast hebben we nog een hele belangrijke manier van verplaatsing uit de bloedbaan. Dat is bijvoorbeeld als het naar het brein toe gaat. Want voordat een geneesmiddel het brein bereikt, moet het de bloed-hersenbarrière overgaan. En dit is een hele strikte barrière, een soort strenge grenscontrole, om te zorgen dat alleen maar de juiste stofjes naar het brein gaan, omdat het brein beïnvloedbaarder is dan en belangrijker zou zijn dan alle andere organen. Nou, daarnaast hangt het natuurlijk af, de distributie hangt af van of het gaat binden aan weefsels, of dat het de cellen ingaat of gaat binden aan cellen, en waar het geneesmiddel uiteindelijk gaat eindigen. En om dat uit te drukken, waar het geneesmiddel zich bevindt, hebben we het verdelingsvolume. En wat betekent dit verdelingsvolume nou? Nou, de definitie daarvan betekent niets meer dan het volume dat theoretisch nodig is om de gemeten bloedconcentratie te verklaren naar een medicatiedosis. Nou, dat is een vrij ingewikkelde definitie die we hopelijk iets duidelijker gaan proberen te maken. En dat gaan we doen aan de hand van deze drie compartimenten die u net had gezien bij de absorptie. Elk mens bestaat namelijk uit bloed, water en vet. En alle organen hebben een zekere mate van water, bloed en vet in zich. En geneesmiddelen zullen zich aan de ene kant meer willen gaan binden aan bloed, aan de andere kant meer aan water of meer aan vet. En als we dat nou eens hier zo neer zouden zetten. Hier hebben we een kolom
of eigenlijk meer een patiënt, en hier het bloedcompartiment, hier het watercompartiment en hier het vetcompartiment. Stel nou, we zouden 100 milligram van een zeker geneesmiddel gaan geven. Dat dienen we toe. En na een bepaalde periode gaan we kijken hoe het zich verdeelt over het lichaam. Nou, in dit voorbeeld heeft het zich heel mooi egaal verdeeld over het hele lichaam. Vervolgens gaan we de plasmaconcentratie meten. Dus het bloedcompartiment gaan we meten. En daar meten we dat een concentratie van 1 milligram per liter. Dat is gewoon een meting. Vervolgens kunnen we in deze formule het verdelingsvolume is de gegeven dosis gedeeld door de plasmaconcentratie berekenen. Want we hebben 100 milligram hadden we gegeven. 1 milligram per liter zit in het plasma. Dus dan is het verdelingsvolume 100 liter. En wat betekent dat nou? Dus voor dit geneesmiddel is ongeveer 100 liter nodig om het op te lossen. Een ander voorbeeld. Stel nou, we geven alsnog 100 milligram. Maar alle bolletjes, alle geneesmiddelen hebben zich opgehouden in het bloedcompartiment. Het watercompartiment is leeg en het vetcompartiment is leeg. En we meten dan een plasmaconcentratie van 20 milligram per liter. Wat is dan de verdelingsvolume? Nou, dan is wederom weer dezelfde formule. 100 milligram delen door 20 milligram per liter hebben een verdelingsvolume van 5 liter. En dat klopt ook, want gemiddeld in ons lichaam hebben we ongeveer 5 liter bloed. Dus dit betekent simpelweg dat al het geneesmiddel zich ophoudt in het bloedcompartiment. Bij het vorige voorbeeld was het verdeeld over het hele lichaam. En we zullen kijken hoe het zal zijn bij een ander geneesmiddel. Hier wederom eenzelfde voorbeeld. Er zit maar een heel klein beetje in het bloed. Er zit wat in het water of in het vocht. En er zit een groot gedeelte in het vet. Als we nu een concentratie meten, dan meten we misschien maar een concentratie van 0,1 milligram per milliliter. Als we dan de verdelingsvolume uitrekenen, dan zien we dat bij dit voorbeeld een verdelingsvolume van 1000 liter zou passen. Het betekent dus eigenlijk dat je 1000 liter volume nodig zou moeten hebben om dit geneesmiddel goed op te lossen. Echter, wat we zien is dat het geneesmiddel zich vooral in het vet gaat ophopen. En een patiënt of een persoon die bevat geen 1000 liter. Dus dit is een theoretisch volume wat nodig zou zijn. Maar dat geeft wel weer dat het zich vooral in het vet gaat opstapelen. Als er dus een verdelingsvolume is van rond de 5, dan zit het voornamelijk in het bloed. En als het rond de 100 zit, dan is het mooi verdeeld over het hele lichaam. Dus ik hoop dat u met deze tekening een beetje iets duidelijker hebben gemaakt hoe dat verdelingsvolume nou in zijn werk zit. Dus een hoog verdelingsvolume of een laag verdelingsvolume. En hier ziet u bijvoorbeeld het verdelingsvolume van een aantal van deze aantal geneesmiddelen. U ziet bijvoorbeeld heparine of insuline. Heparine is een middel dat wordt gebruikt voor stolling en insuline voor diabetes. Die hebben over het algemeen een vrij laag verdelingsvolume en die zullen zich vooral in het bloed ophouden. Nou, als we het voorbeeld van de heparine daarbij pakken, is dat vrij logisch dat dit middel, wat de stolling betreft, wat dus vooral in het bloed zou moeten werken, dat dit een laag verdelingsvolume zou hebben. Aan de andere kant, het andere segment, diazepam, amitriptyline en chloroquinine zijn middelen die juist naar het brein toe moeten. Deze middelen, of een aantal van deze middelen, gaan we bespreken in deze cursus, maar dat zijn geneesmiddelen die dus naar het brein zouden moeten. En over het algemeen is het brein enorm vet. Dus, en deze middelen die hebben eigenlijk weinig te doen in het bloed, in de bloedsomloop. Dus je wil juist dat deze zich juist buiten het bloedsomloop gaan vestigen. En dat kun je ook terugzien in het verdelingsvolume. Want deze drie middelen hebben namelijk een enorm hoog verdelingsvolume. En dat klopt ook volgens de theorie. Ze hebben niks te zoeken in het bloed. Hebben wel wat te zoeken in andere weefsels, vooral in vetweefsels. En daarom zullen ze ook waarschijnlijk een hoog verdelingsvolume hebben. Dus het geneesmiddel komt ook echt waarschijnlijk aan op de plek waar het zou moeten.
Dus even naar een derde oefenvraag. Stel nou, als een geneesmiddel een hoog verdelingsvolume heeft, wat houdt dit dan in? Houdt dat aan in dat het geneesmiddel een lage plasmaconcentratie heeft en een hoge weefselconcentratie? Of is dat B, een geneesmiddel heeft een hoge plasmaconcentratie en een lage weefselconcentratie? Of is dat C, een lage plasmaconcentratie en een lage weefselconcentratie? Of is dat D, een hoge plasmaconcentratie en een hoge weefselconcentratie? Ik laat u wederom weer even 5 seconden nadenken en eventueel kunt u weer de video even op pauze zetten. En dan geef ik u zo het antwoord. Ja, dan ga ik u nu het antwoord geven. Het betreft inderdaad antwoord A. Het is een geneesmiddel met een lage plasmaconcentratie en een hoge weefselconcentratie. Een hoog verdelingsvolume betekende niets meer dan dat het zich vooral ging verdelen en vooral naar het vet zou gaan en minder in de plasma zou ophouden. B zou het goede antwoord horen bij een geneesmiddel met een laag verdelingsvolume. En C en D kunnen technisch gezien niet dat er zowel een laag of een hoog plasmaconcentratie is met een lage of hoge weefselconcentratie. Want dan zou er of heel veel geneesmiddel bij komen of dat er te veel geneesmiddel verdwenen zou zijn. Dus dat zouden geen goede antwoorden zijn. Oké, dat even zover over de distributie. Dan gaan we naar het derde onderdeel van de ADME, namelijk het metabolisme. En waar gaat het dan nu over? Het geneesmiddel was in de systemische circulatie na de absorptie. Vervolgens ging het zich distribueren over het lichaam. Het kon naar het brein, kon naar vet, kon naar spierweefsel of het kon bijvoorbeeld in de systemische circulatie terecht blijven. Maar uiteindelijk moeten ook alle geneesmiddelen gemetaboliseerd worden. Veel geneesmiddelen moeten gemetaboliseerd worden. En dat wordt onder andere gedaan in de lever. Ja, er is hier een plaatje van de lever, maar er zijn meerdere organen die betrekking hebben op het metabolisme. Eigenlijk hadden de darmen, die we net al hadden besproken, ook een invloed op het metabolisme. Net als de nieren en een aantal andere organen. Maar voor nu laten we even het plaatje van de lever zien. Okay, wat is het metabolisme nou? Nou, het metabolisme is het omzetten van lichaamsgene stoffen via enzymen in het lichaam tot metabolieten. En hier zijn al een aantal belangrijke termen die u moet kennen. Dus het gaat over enzymen en het gaat over metabolieten. En over lichaamsvreemde stoffen. Ja, want lichaamsvreemde stoffen, dat klinkt misschien een beetje gek, maar geneesmiddelen die wij toedienen, dat zijn over het algemeen lichaamsvreemde stoffen. Dat kent uw lichaam niet of niet goed. En vervolgens moeten ze door enzymen, dat zijn stofjes die een bepaalde activiteit hebben, die lichaamsvreemde stoffen omzetten tot metabolieten. En metabolieten zijn een soort van afgebroken geneesmiddelen. Maar we komen straks op terug dat die metabolieten ook nog een werking kunnen hebben. Dus die metaboliet kan wederom weer een lichaamsvreemde stof zijn. En zo kan het weer een hele cyclus doorgaan. Dus die metabolieten kunnen dan vervolgens weer worden afgebroken door enzymen tot weer andere metabolieten. En uiteindelijk zullen die metabolieten beter uitscheidbaar zijn. Want dat ziet u hieronder. Er zijn namelijk twee omzettingsmethodes. De biotransformatie, dat is vaak de omzetting van de moederstof. En daar zijn vaak CYP-enzymen bij betrokken. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Want die CYP-enzymen kunnen enorme invloed hebben op de spiegel van bepaalde geneesmiddelen. En dat wordt ook een type 1-reactie genoemd. Daarnaast is er een type 2-reactie. Meer een conjugatiereactie die ervoor zorgt dat een geneesmiddel beter uitscheidbaar is. We zeiden al, heel veel geneesmiddelen houden van vet of zijn vetachtig. Maar vetachtige stoffen kunt u minder goed uitscheiden. En dat is moeilijk uit te plassen in een waterachtige substantie. Dus die moeten beter uitscheidbaar gemaakt worden. En het gevolg van deze twee type reacties is dat het geneesmiddel minder toxisch is. Althans, uit het oogpunt van het lichaam. En dat ze beter uitscheidbaar zijn. Beter uit te plassen of uit te poepen zijn. Als we dan heel even kijken naar dat metabolisme. Dan zou dat er zo uit kunnen zien. Namelijk die type 1 reactie kan er op deze manier uitzien. We hebben aan de ene kant een substraat. Een substraat is een ander woord
voor eigenlijk het geneesmiddel wat in eerste instantie omgezet gaat worden. En in veel gevallen betreft dat een actief substraat. Een geneesmiddel dat al actief, dat al werkzaam is. Dat moet worden omgezet in een inactief metaboliet. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat substraat dat gaat via de lever. En in die lever zitten verschillende CYP-enzymen. Die pacmannetjes die u hier ziet. En elk geneesmiddel wordt afgebroken door een ander CYP-enzym. En sommige geneesmiddelen worden door één specifieke CYP-enzym worden omgezet. En sommige geneesmiddelen hebben meerdere CYP-enzymen die het geneesmiddel omzetten in metabolieten. Maar in ieder geval, stel u heeft een actief geneesmiddel, wordt omgezet door bijvoorbeeld dit pacmannetje tot iets inactiefs. Dat gaat allemaal prima. Echter, er zijn in de geneeskunde of in deze wereld zijn er ook heel veel stoffen die CYP-enzymen kunnen beïnvloeden. En dat kunnen ze positief beïnvloeden, maar ook negatief. En CYP-inducers zijn geneesmiddelen of stoffen in onze wereld die CYP-enzymen aanzetten tot een versnelde actie. Dus CYP-inducers zorgen ervoor dat een bepaald CYP-enzym sneller gaat werken. CYP-inhibitors aan de andere kant zijn stoffen in onze wereld die CYP-enzymen trager doen werken. En zo kunt u zien dat als u bijvoorbeeld een geneesmiddel geeft, een actief geneesmiddel, dat moet worden omgezet tot een metaboliet, dan kunnen verschillende CYP-inhibitors of inducers die CYP-enzymen beïnvloeden. De ene beïnvloedt ze dus dat die CYP-enzymen sneller gaan werken. Dan zal er meer of sneller dat geneesmiddel inactief gemaakt worden. En andere zullen die CYP-enzymen remmen. Waardoor er meer van dat substraat overblijft en minder metaboliet is. En dat kan verschillende gevolgen hebben afhankelijk van wat dat substraat daadwerkelijk doet. Nou, en hier ziet u bijvoorbeeld een aantal voorbeelden daarvan. Als u een actief geneesmiddel heeft, kan dat worden omgezet tot iets inactiefs. En CYP-inducers, een hele bekende is bijvoorbeeld Sint-Janskruid. Dat is een stofje dat u gewoon bij de tuinen of een andere natuurwinkel kunt kopen. En dat heeft namelijk een inducerende werking op verschillende CYP-enzymen. Die staan hier weergegeven. Nou, dat zorgt er dan voor dat dit geneesmiddel sneller wordt omgezet en sneller inactief gemaakt wordt. Nou, dat betekent dat het geneesmiddel minder goed zal gaan werken en dat u meer van dat metaboliet heeft. Aan de andere kant hebben we ook CYP-inhibitors. En een hele bekende is bijvoorbeeld grapefruitsap. Grapefruitsap is namelijk een CYP-inhibitor van 3A4, CYP3A4. En het zal er onder andere voor zorgen dat een geneesmiddel dat CYP3A4 nodig heeft, minder snel gaat werken. Dus dat die CYP3A4 gaat minder snel werken. Dus als u een geneesmiddel geeft dat 3A4 nodig heeft, dan zal dat minder snel worden afgebroken. En dan zal u meer van het substraat overhouden. Met eventueel bijwerkingen ten gevolge. Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Want we hebben het net gehad over die metabolieten. En vaak zijn die metabolieten minder actief, maar ze kunnen ook actief zijn. En daar heb ik een aantal voorbeelden van meegebracht. Dat gaat onder andere over benzodiazepines en over morfineachtigen. Hier in eerste instantie iets over codeïne. Codeïne wordt nog wel eens gebruikt als hoestprikkeldemper. En in de normale situatie wordt codeïne omgezet in 3 metabolieten. Norcodeïne, wat over het algemeen 80% van de codeïne wordt norcodeïne, maar 10% wordt morfine. En een klein gedeelte wordt tot codeïne 6-glucuronide omgezet. Maar u ziet al dat codeïne door CYP3A4 wordt omgezet naar norcodeïne. En codeïne wordt door CYP2D6 omgezet naar morfine.
Stel nou, u gebruikt een inhibitor of een inducer van een van deze CYP-moleculen. Dan zal er een andere verdeling komen voor morfine en norcodine. En kunnen er dus meer of minder effecten zijn. Het is namelijk zo dat die morfine een veel sterker geneesmiddel is met veel meer bijwerkingen. Als dat CYP2D6 sneller gaat werken, krijg je meer actief morfine met de bijwerkingen ten gevolge. En zou je minder norcodine krijgen. Nou, daarnaast hebben we nog een ander voorbeeld. Onder andere dat gaat over benzodiazepine. En hier staan geen CYP-enzymen bij, maar hier ziet u een heel aantal van die benzodiazepines. En over het algemeen, u zult daar later in deze cursus meer over te horen krijgen, zijn benzodiazepines sufmakers of slaaptabletten of angstverminderaars. En een voorbeeld bijvoorbeeld, diazepam, is een van die benzodiazepines. Maar de afbraakroute van diazepam, totdat ze uiteindelijk worden uitgeplast, is heel erg lastig. Want als u iemand behandelt, of als iemand behandeld wordt met diazepam, wordt diegene ook behandeld met nordazepam en oxazepam. En oxazepam is bijvoorbeeld ook een stof wat we ook als tablet kunnen verstrekken. Maar tegelijkertijd is die diazepam kan ook worden omgezet naar temazepam. Dat is wederom weer een ander voorbeeld, een ander tabletje wat we ook regelmatig geven. En het grappige daaraan is dat die temazepam kan worden omgezet en uitgeplast, maar kan ook weer worden omgezet naar die oxazepam, wat ook weer dus een tablet was. Dus zo ziet u dat als u bijvoorbeeld behandelt, of als iemand behandeld wordt met diazepam, met meerdere benzodiazepines tegelijk wordt behandeld eigenlijk. En al deze stapjes worden beïnvloed door verschillende CYP-enzymen. Dus afhankelijk van of u CYP-inducers of inhibitors gebruikt, dan zal de concentratie van die metabolieten, bijvoorbeeld temazepam, oxazepam of nordazepam, verschillen en kan dus de werking van die diazepam anders zijn. Dus grofweg, sommige geneesmiddelen die zijn actief van zichzelf, maar ook hun metabolieten zouden ook nog wel eens actief kunnen zijn. En twee voorbeelden, in dit geval de codeïne en de benzodiazepines. Daarnaast is dat het substraat kan ook inactief zijn, waarbij het metaboliet juist actief is. En dat is vaak heel lastig om te beseffen. En dat zal ik gaan uitleggen aan de hand van het volgende plaatje. En een geneesmiddel wat u ook weer wederom later in deze cursus gaat tegenkomen is clopidogrel. Ik loop even op de zaken vooruit, maar clopidogrel is een middel dat aangrijpt op de bloedplaatjes en dat zal zorgen dat die bloedplaatjes minder goed werken. Dit middel wordt onder andere gegeven voor mensen die een CVA, een cerebrovasculair accident, hebben doorgemaakt. Dus een beroerte. En het clopidogrel is op het moment dat we dat verstrekken in een pil, is dat inactief. Het heeft nog geen enkele werking. En het heeft de lever nodig om actief te worden. Om actief clopidogrel te worden. En om uiteindelijk dus die functie op die bloedplaatjes te gaan uitvoeren. Dus het heeft specifiek de lever nodig om actief gemaakt te worden. Echter, nu zijn er ook wel eens mensen die bij deze geneesmiddelen een maagbeschermer, specifiek omeprazol, gebruiken. En omeprazol is een hele milde CYP-inhibitor van dat enzym dat clopidogrel omzet naar de actieve vorm. En zo zou het dus kunnen voorkomen dat als mensen deze twee geneesmiddelen tegelijkertijd gebruiken, dat die omeprazol wel prima werkt, maar dat die omeprazol ervoor zorgt dat inactieve clopidogrel veel minder actief gemaakt kan worden. En dan zal er dus gekozen moeten worden voor een andere vorm van die maagbeschermer. Een broertje daarvan, bijvoorbeeld pantoprazol, heeft dit effect nog weer minder. Dus dit zijn voorbeelden van geneesmiddelen. In dit geval clopidogrel, wat een prodrug is. Het is nog niet actief, het is nog pro. Het moet nog actief gemaakt worden. Dat noemen we een prodrug. Daarnaast is het ook zo dat we een enterohepatische kringloop hebben.
En wat betekent dat nou? Nou, nadat een geneesmiddel omgezet kan worden, of juist niet omgezet is, dan komt het uiteindelijk ook weer terecht in het maag-darmkanaal. En in dat maag-darmkanaal hopen we dat het uitgescheiden wordt, maar vaak kunnen die geneesmiddelen ook weer opnieuw worden opgenomen, opnieuw worden geabsorbeerd en kunnen de stoffen extra lang werken. Nou, onder andere is dit van belang bij intoxicaties. Dan wil je juist dat die geneesmiddelen die dan eenmaal toch geprobeerd zijn en geprobeerd uitgescheiden te worden, dat ze dan ook uit het lichaam blijven, omdat we toch al veel te hoge spiegels hebben bij die intoxicaties. Dus vooral die enterohepatische kringloop is ook bij intoxicaties enorm van belang. En daar zullen we dat wat meer gaan bespreken. Dus in de praktijkopdracht 2 en in de presentaties vanaf week 15 zullen we dat uitgebreid gaan bespreken. Nou, naast al dit metabolisme en die CYP-inducers en CYP-inhibitors is er ook nog iets als farmacogenetica. Want zoals u allemaal nu naar mij aan het luisteren bent, heeft u allemaal een eigen activiteit van uw CYP-enzymen. Zo misschien niet uw buurman, want u zit hopelijk misschien wel alleen, in ieder geval op 1,5 meter. Maar collega's die ook naar dit college luisteren, hebben misschien een hele andere activiteit van hun CYP-enzymen. En zo zijn er bijvoorbeeld ook mensen die CYP2D6 polymorfisme hebben. Dus in dat enzym CYP2D6 hebben ze een afwijking. En die afwijking kan zijn dat iemand heel snel metaboliseert, of juist heel traag, of juist normaal. Nou, het grootste gedeelte van de Nederlandse populatie zal een normale metabolisatie hebben. Maar sommigen zijn een ultra rapid metabolizer, noemen we dat. Die hebben zo'n CYP-enzym dat heel erg snel werkt. En nou zou je zeggen, ja, dat zullen er maar een aantal zijn in de wereld. Maar dat valt wel vies tegen. En hier zien we een plaatje van Europa en Afrika, waar we het percentage van die ultra rapid metabolizers laten zien. En grofweg kan je zien dat in de Scandinavische landen de kans daarop het kleinste is. Maar bijvoorbeeld in Ethiopië wordt er geschat dat ongeveer 29% van de mensen ultra rapid metabolizer zijn. En wat betekent dit nou, dat ze dit zijn? Nou, heel veel geneesmiddelen worden door die 2D6 omgezet. En hier staat er een aantal, en we gaan er een aantal in deze cursus bespreken. Maar je kan je dus realiseren dat als je dit geneesmiddel geeft, of een van deze geneesmiddelen, dat ze onwijs snel worden omgezet tot iets inactiefs. En dus veel minder goed werken. We zagen net die codeïne. Die wordt omgezet tot morfine of norcodeïne. En dat kan dus heel veel invloed hebben op de werking van deze geneesmiddelen. En dat is nog iets wat u in het achterhoofd moet houden. Dus die farmacogenetica voor die 2D6 is het enigszins opgehelderd. Maar voor al die andere CYP-enzymen zal eenzelfde verdeling zijn. En het zal per ras weer anders zijn. Of andere, en dat heeft niet per se met de huidskleur te maken, maar wel qua ras maakt dat enorm uit. Dus dat is nog iets waar u over na moet gaan denken. Dus stel nou, we hebben een vierde vraag. Stel u bent ultra rapid metabolizer van CYP2D6 en u gebruikt codeïne. Welke spiegel zal u vinden in uw bloed ten opzichte van een persoon met een normaal CYP2D6? Heeft u dan lagere spiegels van codeïne en hogere spiegels van norcodeïne? Heeft u dan lagere spiegels van codeïne en hogere spiegels van morfine? Heeft u dan hoge spiegels van codeïne en lage spiegels van norcodeïne? Of heeft u dan hoge spiegels van codeïne en hoge spiegels van morfine? Ik laat u wederom weer even 5 seconden nadenken. Eventueel kunt u de video op pauze zetten en dan zal ik u zo het antwoord verstrekken. Oké, dan zal ik het antwoord nu verstrekken. Het gaat namelijk om antwoord B. Iemand die CYP
2D6 Ultra Rapid Metabolizer is, die zal heel snel die codeïne om gaan zetten. En daardoor zal er een lage spiegel zijn van codeïne. En die CYP2D6 die zal er specifiek voor zorgen dat er meer morfine kwam en minder noorcodeïne. Dus een ander goed antwoord zou zijn een lage spiegels van codeïne en lage spiegels van noorcodeïne. Helaas was dit niet een van de opties, maar dat had ook een goed optie kunnen zijn. En als u deze vraag fout heeft, gaat u nog eens even terug naar dat plaatje van net wat ik liet zien over hoe codeïne werd gemetaboliseerd en probeert u het dan nog een keer. Oké, en die farmacogenetica, ja, dan is de vraag, ja, hoe weten we nou precies wie hoe snel metaboliseert? U kunt het niet zien aan de buitenkant. En we kunnen het niet heel makkelijk met een bloedtestje doen. Maar we kunnen wel een DNA-paspoort van u laten maken. Nou, er zijn al door heel veel mensen is er al gepoogd om dat voor alle Nederlanders te doen. Hier onder andere uit In Hart voor Nederland. Maar ook de Volkskrant heeft daar meerdere malen over bericht. En dit zou dan een voorbeeld zijn van zo'n DNA-paspoort. En dan kunt u hier onder andere zien. Dit is voor CYP1A2, CYP2C9. En hier ziet u de 2D6, dan ziet u dat deze patiënt een ultrasnel, een ultra rapid metabolizer is. Nou, u ziet dat er heel veel verschillende genen zijn, vooral die CYP-genen die van belang zijn, daar zullen we het nu op focussen. Maar er zijn ook andere genen die van belang zijn om te screenen. En eventueel in de toekomst zal dit een instrument zijn om bepaalde geneesmiddelen beter te kunnen gaan doseren. Maar voor nu is het nog relatief duur en zal het niet voor iedereen beschikbaar zijn. Alleen bij mensen die bijvoorbeeld moeilijk in te stellen zijn voor een psychiatrie of waar verdenking is dat er opeens hele hoge of heel veel bijwerkingen bij geneesmiddelen ontstaan, dan zou dit wel eens een optie kunnen zijn. Op dit moment is het nog behoorlijk aan de prijzige kant en wordt het alleen op indicatie gedaan. Dat was het zover over het metabolisme. Dan gaan we nu verder met de excretie, de vierde stap van de afmeting. Want de absorptie had geleid dat het geneesmiddel werd opgenomen in de systemische circulatie. Vervolgens werd dat gedistribueerd. En vervolgens werd het gemetaboliseerd door onder andere de lever. Maar daarna moet het ook weer uitgescheiden worden. We willen uiteindelijk van het geneesmiddel af. En dat kan dus of via de nier, of via de lever en de darmen, via die enterohepatische kringloop terecht. Nou, en wat is er nou? Dus ik heb net al kort die twee belangrijkste organen benoemd, de lever en de nieren. En met name de nierfunctie, dus de nieren, hebben de meeste invloed op die eliminatie. We weten namelijk dat op het moment dat u de 20 gepasseerd bent, dat uw nieren met elk jaar steeds slechter gaan werken. En we hopen uiteindelijk dat u voldoende nierfunctie overhoudt op het moment dat u zult overlijden. En als dat niet het geval is, dan komt u aan de nierdialyse terecht of eventueel niertransplantatie. Bij de meeste mensen is het zo dat de lever, tenzij u niet heel giftige stoffen of heel veel alcohol heeft gedronken, dan zal die lever heel veel functie overhouden op het moment dat u zult overlijden. Dus vooral de nieren, daar moeten we extra goed op letten. En dat zal ook de eliminatie het meeste beïnvloeden. Als we dan kijken, dan zijn er twee verschillende manieren om bepaalde stoffen kwijt te raken. En dat drukken we uit in nulde orde of eerste orde kinetiek. En als we daar een voorbeeld bij plakken, dan kunnen we het voorbeeld alcohol versus de meeste geneesmiddelen, dan kunnen we die vergelijking het beste maken. Want hoe zit het namelijk bij alcohol? Stel, u drinkt één glas alcohol. Dan weten we gemiddeld uit de literatuur dat u ongeveer één glas alcohol, en dat moet dan een normaal glas zijn, kunt zuiveren per uur. En het maakt dan niet uit of u 1 of 10 glazen alcohol in één keer achterover tikt. Er zal er altijd maar 1 worden gezuiverd per uur.
Dus dat kunt u vergelijken met die blauwe lijn. En dat heet dus ook nulde orde kinetiek. Echter, bij de meeste geneesmiddelen is er een andere orde kinetiek, namelijk de eerste orde kinetiek. Die gaat namelijk uit van een halfwaardetijd. Dat betekent namelijk dat in een bepaalde tijd er altijd de helft van het geneesmiddel van het lichaam wordt ontdaan. Dat kunt u hier ook zien. Op tijdstip 0 is dit, is er 100 of 100% of 100 milligram aanwezig. En na 1 halfwaardetijd is nog de helft aanwezig. Dus in deze periode is de helft van het geneesmiddel uit het lichaam ontdaan. Bij een volgende halfwaardetijd is er de helft van de helft, dus nog een kwart over. En gaat u zomaar door. En zo ziet u dat er een soort belangrijke curve gaat zien. Dat er dus voor gewoon de eerste halfwaardetijd procentueel of absoluut het meeste geneesmiddel uit het lichaam wordt ontdaan. En dan maakt het dus wel uit of u 1 of 10 biertjes zou drinken als dat via de eerste orde kinetiek zou verlopen. En dus bij de meeste geneesmiddelen hebben we het over eerste orde kinetiek. En daar spelen deze twee belangrijke termen een hele belangrijke rol. Het heeft namelijk te maken met de klaring. Dus hoeveel bloed er per tijdseenheid van het geneesmiddel kan worden ontdaan. En de halfwaardetijd. Dus de tijdsduur voor een halvering van de geneesmiddelconcentratie. En dat heb ik u net aan de hand van die grafiek geprobeerd uit te leggen. En de halfwaardetijd is voor elk geneesmiddel terug te vinden in een bepaald naslagwerk. Dat heet het farmacotherapeutisch kompas. Deze kunt u vrij raadplegen ten alle tijde via internet. Of er is zelfs ook een mobiele app van. En daarin kunt u zien wat de halfwaardetijd is voor een bepaalde een bepaald geneesmiddel. En aan de hand van deze halfwaardetijd duurt het ook een bepaalde tijd voordat er een bepaalde stabiele concentratie wordt bereikt. Het is namelijk zo dat veel geneesmiddelen die werken pas optimaal als ze een stabiele concentratie hebben bereikt. En die stabiele concentratie hebben ze niet bereikt na 1 gift, na 1 keer een tabletje innemen. Maar die stabiele concentratie wordt pas bereikt na 4 tot 5 keer de halfwaardetijd van een geneesmiddel. En ik ga dat proberen uit te leggen waarom dat het geval is. Maar daar moet u dit figuur goed bij gebruiken. En u ziet namelijk als u 1 keer een tablet geeft, dan zal de concentratie oplopen. En uiteindelijk gaat die ook weer dalen. Als u op dat moment weer een nieuw tablet verstrekt, dan zal de concentratie weer oplopen. En weer langzaam dalen. En zo gaat dit een aantal keer door. Maar op een gegeven moment zal die nierfunctie net zoveel geneesmiddel uit het lichaam ontdoen als dat u toedient. En op dat moment is er een stabiele concentratie. En dat ontstaat dus na 4 tot 5 keer een halfwaardetijd. En ik ga u dat laten zien hoe dat het geval is. Want er is een globale werking, globale regel. Dat als u 100% van een, of als u een geneesmiddel geeft, dus 100% van iets, na 1 halfwaardetijd is daar nog 50% aanwezig. Na 2 halfwaardetijden 25% en gaat u zomaar door. En op een gegeven moment is dat minder dan 5%. En deze stap van 6¼ naar 3,13 is tussen de 4e en de 5e halfwaardetijd in. En op het moment dat dit minder is dan 5%, dan zeggen we oké, dan is er een stabiele concentratie. U moet het zich namelijk bedenken dat op het moment dat u 1 tablet geeft, heeft u 100% van het geneesmiddel in uw lichaam. Als u daar bovenop een nieuw geneesmiddel geeft, is het niet 50%, maar mag u deze erbij optellen. Dus dan heeft u 150. En bij een derde keer een gift, heeft u niet 50 of 150, maar heeft u 175 en gaat u zomaar door. En dus op een gegeven moment zit u ergens hier op de 180, 190 en dan komt er minder dan 5% van het geneesmiddel bij. En dat is het moment dat die komma, deze komma, minder dan 5% toeneemt en dan zeggen we oké, u zit om en nabij op een stabiele concentratie. Er zal wel 3% bijkomen.
of bij de volgende stap 1,5%, maar dat is niet meer klinisch relevant of significant. En vandaar dat het op dat moment een stabiele concentratie betreft. Dus dat even over de steady state. Dan is het nog belangrijk om te realiseren dat er heel veel geneesmiddelen zijn die de eliminatie, vooral in de nier, en dit is het plaatje van de nier, kunnen beïnvloeden. En daar gaat u in deze cursus ook verschillende keren wat over horen. Maar ik ga u een tipje van de sluier geven. We hadden net al bij het verhaal over de corona iets over NSAID's gehoord. En NSAID's zijn geneesmiddelen, pijnstillende geneesmiddelen, of analgetica, pijnstillers, die invloed hebben op de nier. En straks gaat u ook horen een groep antihypertensiva, bloeddrukverlagende geneesmiddelen, namelijk ACE inhibitors of angiotensine receptorblokkers, die ook een invloed hebben op de nierfunctie. En ik ga dat proberen uit te leggen aan dit plaatje. We hebben hier namelijk een glomerulus, dat is een onderdeel van de nier. En in deze glomerulus zal de filtratie plaatsvinden. En u kunt dit vergelijken met een koffiefilter. En er komt een zekere druk op die koffiefilter, op zo'n hele ouderwetse koffiefilter. En naarmate er meer druk in deze koffiefilter is, dan zal er meer koffie gevormd worden. En de koffie, dat zal zich dan hierin vormen en komt uiteindelijk in de urine terecht. En de koffie plast u dan met andere woorden uit. En uiteindelijk gaat er dus ook een gedeelte van het bloed, gaat dan weer terug de bloedsomloop in. En dan hebben we een aanvoerende vat en een afvoerende vat en we hebben de glomerulus. Nou, die NSAID's, dus onder andere die ibuprofen, heeft een invloed op de aanvoerende vat. Namelijk, hij zal zorgen voor een vasoconstrictie, een vernauwing van het aanvoerende vat. U kunt zich nagaan dat er dan minder bloed naar dit koffiefilter heen gaat. En minder bloed is minder druk en dan zal u ervoor zorgen dat er minder koffie, dus met andere woorden minder urine gevormd wordt en zal de nierfunctie achteruit gaan. Hetzelfde geldt voor een ACE-remmer. Een ACE-remmer zet niet dat aanvoerende vat dicht, maar zet het afvoerende vat open. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er wel heel veel bloed, dat glomerulus, in, maar de druk zal niet zo groot worden in deze glomerulus, omdat het bloed relatief makkelijker verder kan stromen door het openzetten van het vat door die ACE-remmer. En ook dan zal de druk in die glomerulus afnemen, zal er minder koffie gevormd worden en zal er dus ook minder urine gevormd worden en zal de nierfunctie achteruit gaan. Dit zijn allemaal geneesmiddelen die invloed hebben op de filtratie van geneesmiddelen. Sommige geneesmiddelen die volledig vertrouwen op de werking van deze glomerulus zullen dan langer in het bloed aanwezig zijn met eventueel een werking of bijwerkingen ten gevolge daarvan. Dus dat is iets waar u zich over moet gaan nadenken. En dit zal onder andere, dit principe wordt nog uitgelegd in de presentaties pijn en hypertensie in de komende maanden. Dus als u het nu nog niet begrepen heeft, dan komt dat uiteraard binnenkort nog wel uitgebreid aan bod. Oké, dan gaan we een vijfde oefenvraag bespreken. Stel nou, de halfwaardetijd van geneesmiddel X bedraagt 7 dagen. Geneesmiddel X wordt ingesteld op basis van een bloedbepaling. In verband met een te lage bloedbepaling is er besloten de dosering van geneesmiddel X vandaag op te hogen. Wanneer dient de bloedbepaling op zijn vroegst opnieuw gedaan te worden om een steady state te meten? Dus wanneer wil je die bloedbepaling doen om weer in een steady state te zitten? Is dat na 7 dagen? Is dat na 14 dagen? Is dat na 35 dagen? Of is dat na 70 dagen? Ik geef u even de tijd om hierover na te denken. Eventueel kunt u de video op pauze zetten en dan kom ik zo met het juiste antwoord. Oké, nou, het juiste antwoord van deze casus is C, 35 dagen. En waarom is dat nou het geval? Nou, het ging hier namelijk over dat je 5 keer een halfwaardetijd moet hebben voordat je op die steady state zit. En 5 keer de halfwaardetijd, in dit geval is dat 5 keer 7 en dat betreft 35 dagen.
Ja, wanneer u op dag 7, dus na 1 keer een halfwaarde tijd, een meting zou doen, dan zit u nog in de kromme omhoog. Na 14 dagen idem. En na 70 dagen zit u wellicht ook wel in de steady state. Maar de vraag was, op welke dag was op zijn vroegst, kon u die bloedbepaling wederom mee doen. En dat is na 35 dagen. Dus na 70 dagen is er ook wel een steady state, maar de vroegste datum is 35 dagen. Dus vandaar is dat het juiste antwoord in deze casus. Dat was mijn verhaal vandaag over farmacokinetiek, maar nog heel even over de farmacodynamiek. Want de farmacodynamiek, wat was dat ook alweer? Geef u nog even tijd om dat zich op te halen. Ja, die farmacodynamiek, dat was daadwerkelijk, wat doet het geneesmiddel nou met het lichaam? Dus die antihypertensivum had namelijk een bloeddrukverlagende werking. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze cursus. Maar het heeft namelijk allemaal te maken dat het geneesmiddel in de systemische circulatie of in de weefsel zit en daar hun functie uitoefent. En er zijn een aantal belangrijke principes die je daarin in acht moet houden. En dat is vooral de receptortheorie. Het heeft namelijk te maken dat sommige geneesmiddelen een agonist kunnen zijn en sommige een antagonist. Een agonist zal ervoor zorgen dat een receptor geactiveerd wordt en dat, dat eigenlijk het hele systeem wordt aangezet. Een antagonist zal ervoor zorgen, gaat zitten op de receptor en zal zorgen dat er geen activatie van die receptor teweeg komt. En als we zowel een agonist als een antagonist geven, dan is het afhankelijk van welke het beste zal binden. Maar over het algemeen zal er minder activatie tot geen activatie aanwezig zijn. En dit gaat u meerdere keren zien. En onder andere gaan we ook zometeen al zien als we het hebben over interacties. Want we hebben het net gehad over een aantal farmacokinetische interacties. Hiervoor hebben we verteld over de farmacokinetiek, de 4 letters van de ADME. Nou, we hebben het bijvoorbeeld gehad over de maagbeschermers, die ervoor kunnen zorgen dat de zuurgraad in de maag verlaagd wordt. En daarmee een farmacokinetische interactie kunnen geven op het gebied van de absorptie. Als dit nog een beetje wartaal is, ga dan nog eens heel even terug naar het onderdeel in deze presentatie en beluistert u het nog eens. We hebben bijvoorbeeld ook farmacokinetische interacties op het gebied van het metabolisme besproken. Zo hebben we onder andere besproken wat omeprazol, wederom een maagbeschermer, doet op clopidogrel. Dat had namelijk een invloed dat die clopidogrel niet omgezet kon worden naar het actieve vorm. En dat spraken we over een farmacokinetische interactie op het gebied van het metabolisme. We hebben het ook gehad over farmacokinetische interacties op het gebied van de eliminatie. Dit betrof onder andere de NSAID, de ibuprofen of de ACE-remmer en de angiotensine receptorblokkers. Die namelijk invloed hadden op de aanvoerende vat naar de nier en het afvoerende vat vanaf de nier. Daarnaast hebben we farmacodynamische interacties. En daar gaan we het nu over hebben. En daar hebben we twee verschillende vormen van. We hebben namelijk directe farmacodynamische interacties. En dat kan zijn dat twee geneesmiddelen elkaar tegengaan. En een belangrijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld opiaten, bijvoorbeeld morfine. En hun antidotum, naloxon. Dat is namelijk precies het omgekeerde van de opiaten. En later in deze cursus gaan we het ook hebben over vitamine K-antagonisten en vitamine K. Vitamine K-antagonisten zijn namelijk middelen die aangrijpen op de stolling. En op het moment dat deze gegeven worden, dan zal de stolling minder aanwezig zijn. En als iemand dan bijvoorbeeld onder het gebruik van deze middelen enorm gaat bloeden, dan zou dat bloeden willen stoppen. Dan kunnen we bijvoorbeeld vitamine K geven. De vitamine K die gaat dan de vitamine K-antagonist tegen. Dan spreken we van een directe farmacodynamische interactie, die elkaar tegengaan.
Maar we hebben ook directe farmacodynamische interacties die elkaar versterken. Zo hebben we bijvoorbeeld een antibioticum, trimethoprim en sulfamethoxazol. En specifiek worden ze samengegeven in de vorm van cotrimoxazol. Daar gaan we het over hebben tijdens antibiotica-les. Deze twee middelen versterken elkaars werking en werken daarbij summatief of synergistisch. En summatief is dat de werking van beide bij elkaar opgeteld kunnen worden. En synergisme is dat ze samen beter werken dan de werking van beide middelen apart. Dus als u dat in een rekensom wilt weergeven, is summatie 1 plus 1 is 2. En synergisme, dan zou de rekensom 1 plus 1 is 3 zijn. Nou, daarbij kennen we bijvoorbeeld angiotensine receptorblokkers, of angiotensine 2 receptorblokkers en ACE-remmers. Als we die samen zouden geven, wat we eigenlijk niet doen, dan versterken ze elkaars werking. En dan spreken we ook van een directe farmacodynamische interacties die elkaar versterken. Daartegenover hebben we ook indirecte farmacodynamische interacties. Dat zijn namelijk interacties die niet precies op hetzelfde aangrijpen, maar elkaar wel kunnen beïnvloeden. Hier gaat het nou bijvoorbeeld over hydrochlorthiazide en beta-blokkers. Hydrochlorthiazide zijn middelen die de bloeddruk verlagen en beta-blokkers zijn ook middelen die de bloeddruk verlagen. Ze grijpen op verschillende systemen aan en toch geven ze allebei bloeddrukverlaging. En daarom spreken we van indirect farmacodynamische interacties. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor acetylsalicylzuur en NSAID's. NSAID's bijvoorbeeld weer de ibuprofen. En acetylsalicylzuur is ook wel aspirine. Ze grijpen niet helemaal op hetzelfde aan, maar toch kunnen ze elkaars werking versterken. En daarom spreken we van een indirecte farmacodynamische interacties. En hopelijk kunt u na deze presentatie een beetje het verschil zien tussen de farmacokinetische interacties en farmacodynamische interacties. En we zullen u tijdens deze cursus gaan uitdagen om deze verschillende interacties te kunnen onderscheiden. Want dat zal een belangrijk onderdeel zijn ook van het tentamen. Dat was in ieder geval wat ik vandaag aan u wilde meegeven.